welkom bij deze nieuwe video. Vandaag de tweede kerstlook voor dit jaar en ook de laatste voor hier op mijn kanaal. Op mijn Instagram staan er meer, maar voor op mijn kanaal is dit het. Ik heb nu al twee kerstlooks gemaakt, plaatsen hier in beeld. Ik heb een Instagram make-up look gemaakt en een betaalbaar kerstlook. Ik kreeg bij de betaalbare look een commentaar over dat de look te heftig is. Maar de video van vandaag stond al in de planning, dus hierbij een minder heftige look en die meer makkelijk is. By the way, als ik een hele heftige look maak, je kunt er ook gewoon inspiratie uithalen en hem dan gewoon iets makkelijker maken. Dus je hoeft niet altijd precies te maken wat ik ook maak. In ieder geval vandaag dus een iets meer makkelijke look voor de kerst, voor de feestdagen. En ik heb er weer lekker veel zin in. Dus pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken en geniet van de video. Oké, weer het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkbrauwen. Ik ga vandaag beginnen met mijn gezicht, omdat het dus een makkelijke look wordt. Dus ik maak ook echt een super makkelijke ooglook. Dus ja, dan hoef ik niet per se te beginnen met mijn ogen. By the way, mijn oorbellen zijn van de H&M. Ik zal wel de link in de beschrijving plaatsen, want ik heb ze gewoon online besteld. Als ze er nog zijn dan. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Ik gebruik de Peter Thomas Roth Skin to Die for Mattifying Primer. Heel verhaal. En die pak ik een klein beetje. Of ja, op zich is dit best wel veel. En die breng ik aan over mijn hele gezicht. Oh mijn god, het kwam in mijn oog. Nou mensen, ik ga vandaag eindelijk naar mijn dokter voor mijn oog. Nou is hij weer iets minder, maar zodra ik mij weer opmaak en het weer afhaal, wordt het weer helemaal dik en opgezwollen hier. Dus ik ga vandaag eindelijk naar de huisarts. Na 100 jaar. Ik had echt al lang moeten gaan. Als fond du teint gebruik ik mijn L'Oreal True Match in de kleur 4D/4W. Deze is super fijn. Heeft gewoon een medium dekking. En is een van mijn faves. By the way, de look is wel gewoon nog glam. Dus het is niet met heel weinig make-up. Maar het is gewoon iets makkelijker dan de looks die ik normaal maak. Als concealer gebruik ik mijn Milani Conceal & Perfect Concealer. In de kleur Light Beige. Het is een mooie glanzende concealer. Met een medium dekking ook. En om de look extra makkelijk te houden, ga ik vandaag niet cream contouren. Dus dan is het iets makkelijker. En dan blend ik de concealer gewoon zo helemaal in. En dan met wat er nog zo'n beetje op mijn spons zit, breng ik het dan ook aan zo hier. Want dan heb ik mijn ogen ook gelijk soort van geprimed. En dan gewoon deppen, deppen, deppen. Niet vegen. Oh, hoe vaak ik mensen zie vegen met hun beauty blender. Jongens, een beauty blender is juist om niet dit te doen. Je moet echt drukken. Gewoon drukken. Ik veeg letterlijk gewoon niet. Gewoon erin drukken zo. Als poeder gebruik ik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Poundcake. En dan breng ik een beetje veel van die poeder aan. Onder mijn ogen. En nu maak ik alles mooi en mat. En dat het ook op zijn plek blijft. De poeder is echt de rescue. Die houdt echt alles op zijn plek voor heel lang. En dan als laatste ook nog op mijn voorhoofd. Ik wil altijd echt helemaal mat zijn. Dan ga ik wel nog poeder contouren met mijn Ethos Contour in de kleur Light Medium. Dit hoef je echt niet te doen, dit is echt een extra stap. Maar ik moet altijd mijn neus contouren, want die maakt altijd zoveel verschil. Dus ik kan die stap gewoon niet overslaan. Dan nog mijn Benefit Pressed poeder. Deze heb ik in de kleur nummer 2, is een lichte kleur. Daarmee ga ik nog een beetje zo hier. Om nog een beetje te verlichten. En dan een beetje MAC Fix Plus. Nou, dan is mijn base helemaal klaar. Gaan we beginnen aan de ogen. Als paletje gebruik ik mijn Urban Decay Heat paletje. Dit is de perfecte naturel paletje, maar toch een beetje met een tint van rood. Want ik wilde dus vandaag gaan voor een beetje een naturel makkelijke look. Maar toch met een beetje een hint van rood, want dan is het toch nog een beetje iets meer kerstachtig. Dus dit was het ideale paletje. Het is dus een naturel, maar ook rood. Oké, alles is vaag. Gaan we nog scherp stellen of... We zijn weer scherp, jongens. En ik ga hiermee echt een super makkelijke look maken. Ik ga gelijk twee kleuren of zo gebruiken. Ik begin met de matte, lichte bruine kleur. Die heet Low Blow. En die breng ik zo aan in mijn hele arcade.
En dan pak ik de iets meer donkere bruinige kleur. Die heet Cayenne. Die is ook een beetje roodachtig. En ook gewoon met die grote fluffy kwals breng ik die ook aan zo in mijn arcadeboog. En hier zo in de hoeken. Om het iets donkerder te maken. En die twee kleuren ga ik dan ook allebei aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik deze prachtige glanzende kleur. Die heet Lumbre. Of zoiets. En die pak ik dan gewoon zo een beetje met mijn vinger. En die breng ik dan gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Dan pak ik weer die grote fluffy kwast. Ik heb er niks meer op gedaan. En dan blend ik het gewoon zo in met de matte kleuren. En that's it. Dat is look. Zoals je kunt zien, 3 kleuren en je bent klaar. Super makkelijk. En dan heb je toch nog zo'n mooie heftige face look. En als je nog een beetje extra wilt zijn, breng een mooie wing aan of whatever. Je kunt echt doen wat je wil. Ik pak mijn bruine Benefit Eyeliner Pen. En dan maak ik niet een hele wing, maar gewoon een lijn op mijn wimperrand. Oh, door die eczeem hier kan ik echt bijna geen fatsoenlijke lijn maken. Hij is nou helemaal zo dik. Maar ja, whatever. I'm just gonna wing it. Snap je hem? Wing it. Als mascara gebruik ik mijn Essence The False Lashes mascara. En als je in tegenstelling tot mij prachtige, mooie, volle, lange wimpers hebt, dan kunnen we het gewoon zo laten. Maar ik heb dat niet, dus ik ga neppe wimpers opdoen. Ik gebruik van Queen Tarzi Nila wimpers. Dus die ga ik even opdoen en dan ben ik weer zo terug. Nep wimpers zitten erop en ik heb ook mascara aangebracht op de onderste wimpers. Dan ga ik nog even terug in het paletje en dan pak ik hier de lichtste kleur. Die heet Ounce, O-U-N-C-E. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt weer. En dit is een mooie glanzende kleur. En die breng ik dan ook nog aan zo hier in mijn binnenste ooghoeken. En ook een beetje zo onder mijn wenkbrauwen. Nou mensen, fun fact ook weer. Ik heb altijd met mij een fun fact. Dit paletje heb ik gehad als een kerstcadeautje afgelopen jaar. Of was het 2 jaar geleden? Nee, volgens mij was het afgelopen jaar. Dus ik heb hem gehad voor kerst en nou gebruik ik hem ook voor kerst. Oh, zo leuk. Oh, dit is zo dom. Oké, dan zijn zo de ogen helemaal af. Het is toch een mooie natural look qua ogen. Het zijn een beetje naturel kleurtjes, dus ja. Naar mijn mening is dit een makkelijke look om te maken. Als bronzer ga ik voor mijn Hoola Benefit bronzer. Als blush gebruik ik mijn Ombre blush van Root Cosmetics. Dit is een hele mooie blush. Oké, ik heb weer een beetje overdreven veel blush aangebracht. Ik weet niet waarom ik dat altijd doe. Ik blijf gewoon erin gaan aanbrengen, in gaan aanbrengen. I need to stop. Stop it. Stop. Leg je blushkwast neer. Als highlighter gebruik ik mijn Pixie paletje. Ik ben echt nou obsessed met dit paletje. En ik gebruik de kleur Tea. Deze kleur. Oh, ik ben er met mijn vinger ingegaan. Oh my god. En dan de donkerbruine kleur, Knit. Die breng ik een beetje aan. Zo hier. Dan pak ik weer een beetje van die lichte kleur, Tea. En die breng ik aan zo hier op mijn neus. En dan zo'n lijn naar beneden. En dan uitdeppen met mijn vinger. Of uitblenden. Uitdeppen. Dat is geen woord. En dan ook hier in mijn binnenste ooghoeken. Om die nog extra te laten glimmen. Dat vind ik altijd wel mooi. En dan nog met het beetje wat nog op de kwast zit, ga ik het ook een heel klein beetje aan onder mijn wenkbrauw. En that's it. Dan heb ik een all over glow over mijn hele gezicht. Dan de lippen. We gaan natuurlijk voor de rode lipstick. Als lippotlood gebruik ik de W7 Mega Matte lippotlood. Dit is in de kleur red. Er staat gewoon op red. En als lipstick gebruik ik deze van Milani. Dit is de Iconic Matte Lipstick in de kleur 68. Dit is een hele mooie rode lipstick. Ik hou altijd van een gloss, maar rood is de enige kleur die ik niet mooi vind glanzend. Dus ik breng hier nou geen gloss overheen aan. Wat ook absoluut niet hoeft met de lipstick, want hij is echt heel creamy. Hij is mat, maar ik vind hem helemaal niet zo heel mat. Hij voelt heel creamy aan. Maar de finish is wel mat, dus ja, op zich snap ik dan waarom die mat is. Dan als laatste beetje fixing spray. Ik gebruik de W7 Ready Set Glow Gold Fixing Spray.
Oké, wat vinden we van de look? Ik vind hem echt prachtig. Zulke looks vind ik altijd heel erg mooi. Ik hou ook echt van een rode lip. Het is dus wel een makkelijke kerstlook, maar het is wel een glam look. Dus het is makkelijk glam. Het is niet makkelijk in de zin van ik gebruik niet veel make-up, ik doe gewoon een beetje blush en klaar. Het is gewoon makkelijk meer in de zin van hoe kan ik op een makkelijke manier een volledige feest glam kerstlook maken. En dit is wat ik denk dat best wel makkelijk is voor een glam look. Vooral de ogen. In principe wat je ook zou kunnen doen, omdat we toch wel qua gezicht ook heel glam zijn, is dat je de oogschaduw helemaal overslaat. Je doet misschien alleen maar wing en wimpers en rode lippen. En dan deze gezichtsmake-up en dan ben je ook klaar. En ook dat is best wel glam. Maar ik wilde toch ook gewoon laten zien hoe je een makkelijke ooglook kunt maken. Dus ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten en er iets aan heeft gehad. Vooral omdat ik in de betaalbare kerstlooken comments kreeg over dat het te heftig is. Nou, hierbij een iets makkelijkere draagbare look. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende make-up look. Volgende video. Doeg!